allemaal, leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer voor jullie een look maken. Vandaag ga ik een look maken voor de lente. Ik heb maar even mijn gordijnen aan de achterkant een beetje dichtgetrokken. Ik kan misschien nu iets onderbelicht zijn, maar anders is het echt zwaar overbelicht. En dat moet je natuurlijk ook niet hebben. Ik heb allemaal producten uitgekozen met wat roze tinten. Te beginnen dit oogschaduwpaletje. Ja, van Catrice. Oh, ik kan het leuk ondersteboven. Ja, samen met deze blush van Ethos en deze limited edition blush van Catrice. Het is gewoon een roze-achtige, zacht roze blush. Kan je ook gewoon andere gebruiken. En ik sluit af met deze MAC lipstift in Please Me. Dus laten we beginnen. Ik ga beginnen bij de ogen. Even wat oogschaduwbasis aanbrengen. De rest van de make-up heb ik gewoon weer, net zoals de vorige look video gedaan, is gewoon weer opgebracht. Ik kijk gewoon weer af en toe naar beneden. Daar heb ik gewoon lekker makkelijk de spiegel staan. Zo, mijn kwasten. Altijd handig. Even kijken. Daar heb ik hem bestikt. Zoals ik zei, ga ik dit paletje gebruiken. Ik ga beginnen met deze zacht roze kleur. Eerst aan de binnenste kant van het ooghoek. Met een zacht kwastje. En de oogschaduw breng ik aan tot ongeveer de helft van het ooglid. Waar dit kwastje van is, durf ik niet te zeggen. Het is helemaal afgesleten, maar ik heb hem een jaar geleden gekocht. Dan ga ik met hetzelfde kwastje in deze donkerroze kleur. En daar zetten we de rest van het beweegd ooglid mee aan. Heftig aan. Zo. Dan ziet het er nu zo uit. Dan pak ik een plat kwastje. Deze van de Body Shop. Die staat gewoon verkocht als eyeshadow kwast gewoon. En daar gaan we. Dan gaan we in deze kleur even aftikken. Die gaan we hier in het bovenste gedeelte. En dan trek je een V'tje. Het is voor mij een lange tijd geleden dat ik dit gedaan heb, zo te merken. En deze oogschaduw is een beetje korrelig. Maar het gaat zo toch wel uitblenden, dus het hoeft niet heel erg netjes. Zo. Dan pak ik een schone blending kwast, deze van Essence, en dan blenden we het even uit. Ik ga even wat een staafje erbij pakken. Om de lijnen even iets scherper te trekken. Zo. Dan pak ik een andere schone blending brush. En die doop ik in deze zachte kleur ernaast. En die breng ik aan net daarboven. Zodat je toch net even wat diepte krijgt in verschillende lagen. Zo.
Zo, mijn brood ligt lekker vol met Fallout hier. Is ook weer weg. Dan pak ik een kwastje en dan gaan we in deze light kleur, highlighter. En je breng je aan op het winkelbord. Je kan het natuurlijk ook nog in je binnenste ooghoek aanbrengen, maar dat vind ik zelf niet fijn zitten. Ik krijg wel altijd heel erg last van mijn ogen. Zo. Dan blend ik dat nog even met elkaar een beetje. Dat de lijnen weg zijn. En dan is dat klaar. Leg het paletje aan de kant. En dan pak ik een bruine oogpotlood. Deze is van Max & More in nummer 49. En dan trek ik een eyeliner mee. Net even wat zachter dan als je een zwart oogpotlood gebruikt. Dan gaan we even de wimpers krullen. En dan is het tijd voor mascara. Dit is een mascara van Essence, de All Eyes On Me Multi Effect Mascara. En ook meteen de eerste keer dat ik hem gebruik. Zo, dan ben ik bij de ogen klaar. Ik vind de mascara een mooi effect geven. Dan pak ik even mijn andere kwasten erbij. Die zit hierin. En dan beginnen we met de blush. Deze heet Vintage Pink. Zo, ik heb echt problemen met uitspreken vandaag. Met mijn Essence Blush kwast. En dan breng ik wat aan. Het is een iets wat poederige blush. Maar wel heel mooi qua kleur. Even gewoon de kwast pakken, want ik ben hier iets te erg uitgeschoten. Zo. Dat heb je soms wel met deze. Dan pak ik de Catrice highlighter van de limited edition Caviar Grudge in 701 Claire de Lune. En daar gebruik ik een limited edition kwast van Essence van. Die oorspronkelijk bedoeld is om te shapen, maar daar vind ik hem best irritant voor. Dip ik hem zachter in en dan breng ik het net hier aan. En een klein beetje. Hier. Zo. Dan gaan we door naar de lippen. Ik heb deze pas nieuw. Dit is de Ethos Lip Primer. Dus ik ben benieuwd. Oeh. Aparte kleur. Zo ziet hij er namelijk uit. En blijkbaar pak je al snel te veel. Want je hebt echt niet heel veel nodig. En dan de lipstift.
En dan zet ik het geheel nog even met de Ethos Fixing Spray Long Lasting. Zo. Lekkere mist hier en ook op mijn spiegel. Maar dit was dan de hele look. Ik zie nou dat ik af en toe een beetje deze kant op ga, dat je hier nog echt zo'n lekkere overbelichting ziet. Hij is mooi roze. Met al die producten. Maar ook lekker zacht. Natuurlijk kan je hem zelf gewoon zo heftig maken als je wil. Nou, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En als je meer van dit soort video's wil zien, vergeet dan niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie bij de volgende. Doeg!